Sigrid Kaag is weggepest. Ik heb er al twee dagen buikpijn van. Wat voor land zijn wij geworden dat een vrouwelijke politicus dusdanig geïntimideerd, gehaat en bedreigd wordt dat zij moet kiezen tussen haar roeping en haar veiligheid? Eigenlijk weet ik het antwoord wel: een dictatuur van de hardste schreeuwers. Kaag liep in kogelvrije vesten door oorlogsgebieden en las dictators de les. Maar de Nederlandse onderbuik blijkt uiteindelijk het gevaarlijkst van allemaal. Collega, politici en media buitelen inmiddels over elkaar om te zeggen hoe erg ze het allemaal wel niet vinden. Maar wat deden zij de afgelopen jaren terwijl Kaag zo bedreigd werd? Ik herinner me Jeroen Pauw, die bij Galit en Sophie aan Kaag vroeg of ze, of ze de bedreigingen met brandende fakkels niet zelf uitgelokt had. Wilders die haar een landverrader noemde en haar consequent wegzetten als heks, wat de Telegraaf maar al te gretig overnam. En wat boze Twittermannen nu nog steeds posten onder het bericht van Kaags vertrek met de begeleidende woorden terroristenliefje en brand in de hel. En waarom? Kaag was niet verantwoordelijk voor oververhitte dossiers als stikstof, het toeslagenschandaal, gaswinning of migratie. Maar nee, het ging niet om wat Kaag doet, maar om wie ze is. Een leider die koers houdt in plaats van meewaait met de wind van de dag. Die zichzelf geen ander accent of kledingstijl aanmeet, omdat ze wil dat de kiezer haar op de inhoud uitkiest. Die diezelfde kiezer als een volwassene behandelt, door hem of haar ook af en toe de waarheid te zeggen. En helaas omdat ze vrouw is. Vrouwelijke politici hebben stelselmatig meer te maken met verbale agressie en bedreigingen dan hun mannelijke collega's. En die gaat verder dan hun beleid en hun standpunten. Ze worden aangevallen op hun persoonlijke identiteit. Op hun seksen, op hun uiterlijk. In het geval van Kaag ook vaak op het feit dat ze met een Palestijnse man getrouwd is. Allemaal dingen die helemaal niets te maken hebben met hun werk. Dat is een ernstige bedreiging voor onze democratie. Want het ontneemt vrouwen het recht op politieke participatie. En een democratie die het een deel van de bevolking. Mogelijk heel erg moeilijk maakt om volwaardig deel te nemen aan het politieke proces, is geen democratie, maar een dictatuur. Want ondanks alle steunbetuigingen en verontwaardiging aan het adres van Kaag is dat toch de boodschap die beklijft: intimidatie loont. De media hebben zich niet achter de oren gekrapt hoe ze eigenlijk over Kaag berichten. Andere politieke partijen hebben zich er onvoldoende tegen verzet en het soms zelfs aangejaagd. En sociale media. Hoe kan het ook anders, hebben er niets aan gedaan om de haat en intimidatie van Kaag tegen te gaan. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting en een divers publiek debat geven talkshows, kranten en sociale media ruim baan aan de puberale onruststokers die hen commercieel succes garanderen. De aankomende verkiezingen draaien daarom niet alleen om stikstof of asielbeleid, hoe graag sommige partijen ons dat ook willen laten geloven. Nee, ze gaan om de toekomst van onze democratie. Kiezen wij voor een dictatuur van de hardste schreeuwers of beslechten wij lastige dossiers in een dialoog? Tolereren wij partijen die hun achterban opzwepen tot intimidatie en bedreiging om zich vervolgens te verschuilen achter het feit dat ze daar nooit letterlijk toe hebben opgeroepen? Of trekken wij een streep? Accepteren wij het dat vrouwen het werk in de politiek onmogelijk gemaakt wordt door alle haat en intimidatie die ze over zich heen krijgen, puur en alleen vanwege het feit dat ze vrouw zijn? Of zorgen wij dat intimidatie niet langer loont? Kaag zei in een interview met de NOS dat ze hoopt dat haar aftreden jonge meisjes niet zal weerhouden om de politiek in te gaan. Ik ben bang dat dit wel het geval zal zijn. En dat is Kaag niet aan te rekenen. Nee, dat is ons allemaal aan te rekenen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.